Sukarno, president van Indonesië, centrale figuur in het nieuws van de laatste maanden. Met hem beginnen we deze uitzending. Een cameraploeg van de NTS werd door hem ontvangen op zijn buitenverblijf in Bogor. Weten jullie wie deze man is? Dit is meneer Da Saad. Ik geloof dat zijn naam bekend is in Nederland. Een trouwe vriend van mij. Trouwe vriend voor... wacht even. Begin 33, het is 06 van 6, 32 jaar lang. Mijn trouwe vriend. Het begon zo. Ik heb in de gevangenis gezeten. Hè? En begin, of liever gezegd, precies eind 32 kwam ik uit de gevangenis. Natuurlijk als een arme trommel. Hè? Wel politiek leider, maar arme trommel. Ik kwam uit de gevangenis en de eerste man... Zeg een onbekende man voor mij, die bij mij kwam, was deze Da Saad. Met een envelopje en in de envelop 400 gulden. Sukarno, ik weet dat je pas uit de gevangenis komt en dat je een arme drommel bent. Je hebt natuurlijk wat nodig. Voor je leven, ja, 400 gulden. Wie ben jij? Ik ben Da Saad, ha 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 ha. En nog een hele lachje zo. Meneer Van der Kamp, dat is voor dat ik hem kende. Ik kwam mij al naar mijn huis toe, in Bandung, met 400 gulden. Samen met Sartono. Ja, die Pak Sartono die jij ook kent. Maar heeft u dat zal ik nooit vergeten, zeg. Bovendien is hij sindsdien mij altijd trouw gebleven. Altijd een goede vriend, altijd een goed kameraad. Zoiets zal ik nooit vergeten. Nou, In alles. Eens was Sukarno de spil van het verzet tegen het Nederlandse bewind dat in de twintiger jaren vorm kreeg. Het kostte hem 11 jaar in gevangenschap. Eens door miljoenen op handen gedragen, thans ook door velen verguisd. Men wil weten welke rol hij speelde bij de communistische coup van 1 oktober 1965. Een nieuwe fase van de revolutie is ingetreden, de orde Baru of Nieuwe Orde. Er is geen nieuwe orde, zegt Sukarno, ook geen orde Lama of oude orde. Er is maar één orde, de loop der geschiedenis, en dat is mijn orde. Het is de kernvraag in deze documentaire. Indonesië, werkelijk een orde Baru? Het einddoel van onze revolutie... De Indonesische revolutie, waarover ik in mijn redenvoering voor hem het had. 3 doeleinden, meneer Van der Kolk. Ten eerste, het stichten van een vrij Indonesië, een vrije staat Indonesië. Dat is het eerste doel van onze revolutie. Tweede doel, het stichten hier van een maatschappij... Adil en makmur, zo zijn de Indonesische woorden. Kort gezegd, een socialistische maatschappij. Zonder uitbuiting van mens op mens. En zonder uitbuiting van natie op natie. Sukarno behaalde in 1925 aan de Technische Hogeschool van Bandung zijn ingenieursdiploma. In 1927 richtte hij de Partij Nationale Indonesia op... samen met Syahrir en Hatta. 2 jaren later werd hij door de Nederlanders geïnterneerd. Van 1942 tot 1945 volgde de Japanse bezetting van Indonesië. Na de capitulatie van Japan kwamen de geallieerde troepen op Java om de bezetters te ontwapenen.
ook Nederlandse troepen en met hen luitenant-gouverneur-generaal van Mook. Sukarno en Hatta hadden inmiddels op 17 augustus 1945, slechts 3 dagen na de Japanse capitulatie, onder dwang van studenten de onafhankelijkheid geproclameerd. Op een congres van de PNI in 1945 zette Sukarno zijn denkbeelden over de revolutie uiteen. De Nederlanders moesten uit Indonesië worden verdreven. Sukarno en Hatta waren na de onafhankelijkheidsproclamatie als vanzelfsprekend president en vicepresident van de Republiek Indonesië geworden. Zij organiseerden het gewapend verzet tegen de Nederlanders. Na een wapenstilstand op 14 oktober 1946 kwam de overeenkomst van Linkajati tot stand. De wapenstilstand werd echter niet lang daarna keer op keer geschonden. Toen ook aan de overeenkomst van Linkajati nauwelijks de hand werd gehouden, ging Nederland op 21 juli 1947 over tot een grootscheepse militaire operatie die de geschiedenis zou ingaan als de eerste politionele actie. De Nederlandse troepenmacht was inmiddels aangegroeid tot 100.000 man. Een drielandencommissie van goede diensten, ingesteld door de Verenigde Naties, wist op 17 januari 1948 de overeenkomst van Ranville te bewerkstelligen, maar ook die hield niet lang stand. Op 18 december 1948 ging Nederland over tot een tweede politionele actie. De zetel van de republikeinse leiders Yogyakarta werd in een verrassende aanval bezet en Sukarno, Hatta en Shahrir werden wederom geïnterneerd. Nogmaals, door bemiddeling van een commissie der Verenigde Naties, werd in mei 1949 een wapenstilstand bereikt. De rondetafelconferentie in Den Haag leidt dan tot de instelling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de Nederlands-Indonesische Unie. Op 27 december 1949 wordt in het Paleis op de Dam in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht getekend. De Nederlandse regering wordt vertegenwoordigd door minister-president Drees, Indonesië door vice-president Hatta. Het is mij als leider de delegatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad voorgelegen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unie verband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit, en anderzijds, doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen, de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd, en vol van de littekens van wrok en spijt. In Jakarta werd deze rede door het Indonesische kabinet en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers en militaire autoriteiten staande aanhoord. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijk ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouder stilt. De revolutie is in beginsel geslaagd.
Sukarno wordt als een held ingehaald in Jakarta. De 21-jarige werd de Indonesische revolutie door Sukarno als centrale figuur, als leidinggevend middelpunt voortgestuwd. Niettemin werden aanslagen op zijn leven gepleegd, stond de legerleiding herhaalde malen tegen hem op, lieten zijn politieke medestrijders van het eerste uur, die het niet meer eens waren met zijn beleid, hem in de steek en groeide het verzet tegen zijn politiek. In Bogor vroeg verslaggever Willem Oltmans het staatshoofd onder meer wat hij tot nog toe als zijn belangrijkste prestatie ziet. We leven hier op 3000 eilanden. De archipel bestaat uit 13.000 eilanden. 3000 zijn bewoond. En we zijn erin geslaagd om dit volk zo dat verspreid is over 3000 eilanden één natie te maken. Als een journalist van Chicago Daily News vraagt, what is your greatest achievement, dan zou ik dat geantwoord hebben. We hebben van dit Indonesisch volk één natie gemaakt. Nummer twee, what is your greatest achievement, president Sukarno, dan zou ik ook geantwoord hebben. Wij hebben dit Indonesisch volk vrij en onafhankelijk gemaakt. Ja, we hebben dit volk vrijgemaakt. Dit volk 350 jaar onder buitenlandse overheersing hebben wij vrijgemaakt. Het is nou een vrij volk, een onafhankelijke natie. En we hebben één unitaristische staat, de Republiek Indonesië. Ik zou kunnen zeggen, mogen zeggen, dat is ook een van onze greatest achievements. En ik ben God dankbaar dat ik behoor bij dit volk. Aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië wordt ruim een half jaar na de soevereiniteitsoverdracht een einde gemaakt door de afkondiging van de eenheidsstaat Republiek Indonesië met Jakarta als hoofdstad. De verwarde loop der gebeurtenissen leidt in 1952 tot het eerste belangrijke incident tussen het leger en de president. De toenmalige stafchef kolonel Nasution laat de kanon op het paleis van Sukarno richten, maar Sukarno ziet kans de situatie meester te blijven. Hij kan echter niet voorkomen dat de economische toestand verslechtert. In 1955 wordt voor het eerst een regering gevormd die niet zijn instemming heeft. Hij trekt voor een pelgrimstocht naar Mekka en gaat na zijn terugkeer langdurig op vakantie. Hatta neemt al zijn functies voorlopig over. In 1956 brengt de president een staatsbezoek aan president Eisenhower. Hij wil de verschillende staatsvormen in het buitenland bestuderen. Hij bezoekt Canada, Italië en West-Duitsland. Zijn reis versterkt Indonesië's diplomatieke positie, hetgeen de president bijzonder goed kan gebruiken in verband met zijn eisen tegen Nederland met betrekking tot Nieuw-Guinea. In september 1956 bezoekt hij de Sovjet-Unie. Hij doorkruist het land over een afstand van 11.000 kilometer. Hij bezoekt verder onder meer Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Joegoslavië en de Verenigde Arabische Republiek. De geleide democratieën maken diepe indruk op hem. Het is tijdens zijn reis naar de Chinese Volksrepubliek, waar hij Mao Zedong ontmoet, dat Sukarno tegenover hem begeleidende journalisten voor het eerst het begrip geleide democratie gebruikt. Dat is wat Indonesië volgens hem nodig heeft. Vicepresident Mohammed Hatta is het niet met hem eens en treedt op 1 december 1956 af. Ik was niet tevreden over de gang van zaken. Als constitutioneel vicepresident, je kon niet ingrijpen en verkeerde gang van zaken doen, vond ik beter.
Dat hij maar de boel van beneden af opbouwt. De confrontatie tegen Nederland gaat een grote rol spelen in de politiek van de president. Op 30 november 1957 wordt een aanslag op hem gepleegd, waarbij hij ternauwernood aan de dood ontsnapt. De president raakt door deze aanslag zo uit zijn doen dat hij voor een rustkuur naar Japan vertrekt. Indonesië staat aan de rand van een burgeroorlog. Van de afwezigheid van Sukarno maakt men gebruik om de confrontatie versneld door te voeren. Talloze bedrijven worden genaast. Vele Nederlanders worden het land uitgezet. KLM en KPM worden uit Indonesië verdreven. Er dreigt een complete chaos. Een aantal politieke leiders neemt het niet meer. Ze vertrekken naar Sumatra om contact op te nemen met opstandige kolonels van het leger. Ze stellen in Padang een ultimatum aan Sukarno en eisen de installatie van een kabinet onder Hatta. Sukarno weigert en op 15 februari 1958 wordt in Padang een tegenregering uitgeroepen onder premierschap van Shafruddin. Sukarno beveelt de aanval op de rebellen. Met succes worden bij Padang door Nasution en Yani landingen uitgevoerd. Tijdens de opstand van Padang wordt boven de Molukken een bommenwerper van Amerikaanse makelij neergeschoten. De piloot, Alan Pope, wordt gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Jaren later slaagt de Amerikaanse ambassadeur Jones erin een audiëntie voor de echtgenote van Pope bij Sukarno te bewerkstelligen. De president zwicht, Pope wordt vrijgelaten. De nasleep van de affaire Pope is voor de Verenigde Staten onplezierig. Alles wijst erop dat minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles en de inlichtingendienst CIA de opstandelingen tegen het bewind van Sukarno steunden. Vele vooraanstaande Indonesiërs werden in die woelige dagen gearresteerd. De journalist Mochtar Lubis, wiens krant Indonesia Raya de Sukarno werd opgeheven, bracht bijna 10 jaar door in de gevangenis. Hij werd onlangs onderscheiden met een internationale persprijs. Well, I was arrested for the first time at the end of 1956. At the end of 1956, yes. I was first arrested by the military police, put in military prison in Jakarta for about 5 days. And then they gave me house arrest for 4 years and 4 months. After my release, I went to Israel to attend the International Press Institute General Assembly. I told my colleagues there, the international press people, that there were leaders in Asia and Africa who grew impatient with the pace of economic reconstruction in their countries. And now we're talking about abolishing freedom of expression in favor of freedom from hunger. Mm-hmm. I told them that I completely disagreed with this thesis. To me, both freedom are one and indivisible. You must not throw one away to build the other one. Some people in Jakarta apparently did not like it. In 1959 doet Sukarno een beslissende stap. Hij vormt een hoge adviesraad, waarin zitting hebben de chefs van staven, vertegenwoordigers van de buitengewesten, de toegestane politieke partijen, arbeiders, vrouwenorganisaties, kunstenaars, ondernemers en religieuze groeperingen. Naast een nieuw opgericht parlement wordt de MPRS ingesteld, het voorlopige volkscongres waarvan thans generaal Nasution voorzitter is. Generaal Nasution omschreef voor ons deze MPRS als volgt. Zij is de drager van de soevereiniteit des volks en heeft dus volgens de grondwet de hoogste macht. Zij bepaalt de politieke koers van het land en kiest de president en de vicepresident. Voor 1 oktober 1965 waren haar bevoegdheden door een presidentieel besluit beperkt en fungeerde zij uitsluitend als ja-knikker. Sukarno's politieke front, de PNI, versnipperde naar een linkse en een uiterst linkse vleugel. De Mashumi, de grootste islamitische partij, werd verboden. Sukarno trachten de nationalistische, godsdienstige en communistische elementen in evenwicht te houden door het denkbeeld van een Nasakom-kabinet. Nasakom is een afkorting voor nationalistisch, agama of godsdienst en communistisch. De journalist Mochtar Lubis drukte de betekenis hiervan jegens ons als volgt uit. Nasakom, you remember, is Sukarno's concept of cooperation between the nationalists, the religious groups and the communists. I think under the umbrella of Mr. Sukarno's Nasakom policy, the communists have been given a very wide avenue to
get into positions of power and great influence in Indonesia. Intussen vlot de strijd om het verkrijgen van Nieuw-Guinea niet. Het Westen begint langzaam maar zeker in te zien dat de politiek van Sukarno het land in een economische afgrond stort. Met name de Verenigde Staten schijnen de oppositie tegen Sukarno middels de inlichtingendienst CIA te blijven steunen. Om de chaos in eigen land te verdoezelen, wordt onder leiding van Sukarno stemming gemaakt tegen het Westen. De betogingen tegen westerse ambassades zijn aan de orde van de dag. Westerse lectuur wordt door de demonstranten verbrand. Het leger, dat dankzij aankopen van Asuncion in West-Europese landen en de Sovjet-Unie tot de tanden is gewapend, verslindt jaar in jaar uit rond 70% van de staatsuitgaven. Het Indonesische marinierskorps, de KKO, hier tijdens manoeuvres buiten Jakarta, behoort tot de meest betrouwbare eenheden van de strijdmacht. Bij de wederinvoering van de MPRS op 5 juli 1959 werd ook het kabinet grondig hervormd. Sukarno wordt als president voor 5 jaar gekozen. In 1963 wordt hij tot president voor het leven verklaard. De regering komt onder zijn leiding dan in handen van een eerste minister en 7 kernministers. Onder degenen die een ministerportefeuille krijgen, is de leider van de communistische partij, de PKI, Aidit. Van de NASA-COM-gedachte blijft niet veel meer over dan de COM. Dat wil zeggen, de communistische partij Indonesië gaat steeds meer overheersen. De communisten hebben de sympathie van Sukarno. Het leger onder Nasution is de anticommunistische tegenpool. Na de overdracht van Nieuw-Guinea in 1963 begint de confrontatie tegen Maleisië. Steeds dringender wordt de vraag hoe de invloed van de communisten in de NASA-COM zo sterk kon toenemen. You see, the communists have been trying to recover a powerful position in Indonesia ever since our independence after Holland recognized Indonesia at the end of 1949. After Madiun, where they tried another attempt to revolt, they wanted to come back. So they have been working all the years from 1950 on till they could get to Sukarno very closely. And when President Sukarno decreed his guided democracy, dissolved the legally elected parliament and constituent assembly, the communists got a very good chance to get their infiltrate into all walks of life in Indonesia. They have succeeded to infiltrate very heavily into the troops in Central Java and some of the troops in East Java. They have infiltrated into the ranks of the Marines of the Navy and also the paratroops of the Air Force, even to the top leadership of the Air Force. So during the past years, the communists have also succeeded through Subandrio to steer President Sukarno's foreign policy much and much closer to the communist countries. After the split between Moscow and Peking, the communists have succeeded to force Indonesia to ally itself very closely to Red China, to Peking. All these things, in addition to the continued deterioration of our economic and financial position, made things very easy for the communists to agitate, to make propaganda, and to subvert many people in Indonesia.
So I'm very convinced that the attempted coup on October the 1st was a real communist attempt to seize power in our country. And they came to that point. They could come. They were able to come to that point only because of President Sukarno's policy of NASACOM. Without that, I don't think the communists would be able to come that very close to get power in Indonesia. And I think the president was doing that with open eyes, because he, many times in his public speeches, he praised the communists. Even when the communists celebrated their 40th birthday, they told the communists to march on. And, well, in every speech, public speech, and every act, he promoted the communist interest in this country. And that's, I think, one of his biggest mistakes and fatal policy which he made in this country. And I completely disagreed with that. De invloed van Aidits communisten in de NASACOM en de fatale politiek van Indonesië vormen de inleiding tot de dramatische gebeurtenissen van oktober 65. Sukarno heeft een geheel eigen visie op de buitenlandse politiek. Hij beschouwt Indonesië als een strategische schakel tussen twee werelddelen, Azië en Australië. Dit Indonesische volk dat zoveel mankracht heeft, dat zo rijk is, dat zo'n strategische ligging heeft, strategisch-politisch, strategisch-geografisch, strategisch-economisch, strategisch-cultureel. We staan hier, dat is aard, op een viersprong, kruispunt van wegen tussen Azië en Australië, tussen de Pacific Oceaan en de Indonesische Oceaan, daar zitten we mee. En we zijn dankbaar dat dit volk, deze natie, weer vrij is, een eigen staat heeft en een woordje te zeggen heeft in het wereldbestel. Op een ochtend zei de president tegen onze verslaggever: maak van je hand een vuist, dat is Vietnam. Daar zitten de Amerikanen. Hier zijn wij en daar China. En met beide handen sloot hij de vuist van de verslaggever in. De communistische invloed was inmiddels kennelijk zo groot geworden dat Lubis nu onomwonden het volgende verklaart. And also I think Peking some in some way influenced the Indonesian communist to try this coup. I think Peking would like to see very much communist victory in Indonesia to balance its own I call it reversals which Peking had suffered in Africa, in South America, and Southeast Asia. With the American troops fighting in Vietnam, the Chinese were interested to cover the backs of the American troops in Indonesia. Yes. Because had the communists won in Indonesia in 1965, it would change the whole situation in Southeast Asia in favor of the Red Chinese. De Amerikaanse ambassadeur in Jakarta, Marshall Green, hier tijdens een bezoek aan Sukarno, ontkende tegenover onze verslaggever niet dat de CIA in het verleden zich in de binnenlandse aangelegenheden van Indonesië had gemengd. Maar wel ontkende hij dat de Amerikanen een rol zouden hebben gespeeld bij de 1 oktober affaire van 1965. President Sukarno houdt echter vol dat de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA, op 1 oktober de hand heeft gehad in de gebeurtenissen. De president zei onze verslaggever dat hij niet begreep dat er nog officieren waren die het Amerikaanse spel in Zuidoost-Azië niet doorhadden en dat zij zich lieten gebruiken door neocolonialistische en imperialistische krachten. Mokhtar Lubis zegt over de 1 oktober-revolutie verder: well, I was personally really rather surprised why the communists tried that in 1965. Because had they been more patient and waited another 2 or 3 years, they could have this country without a fight. Because economically and financially, we would be then very bankrupt after coming 2 or 3 years, and we could very easily just take over. But maybe other reasons for rumors that the president had been very ill and very sick, and I think also the communists were rather afraid
that if they waited too long, the army, in case of Sukarno's sudden death and something like that, you see, would act earlier or quicker than they could act.